So lazy ali bi ebi ai tranga futru you ai elong watra ager si ebi no de ma uma tankari na you gado asai ebi u langa e anu kongi u No broko yere moro Na veli yere mo Ma giabra nara santa yeye Uma God zegen kijkers, alle kijkers van Shalom TV. Ik groet u allen. Ik ben Margo Salingdeli, voor die u het nog niet weet. En ik ben bijzonder blij dat ik er weer mag zijn om dit programma samen met u te doen. U die kijkt en ook direct aan anderen meldt dat ze kunnen kijken. En zoals u weet kunnen ze dat ook op internet kijken naar Shalom TV. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben wederom met een gast hier. En ik dank de Heer dat er vrouwen zijn die bezig zijn in deze tijd. En dat zij met ons mogen delen wat de Heer in hun leven doet, door hun leven doet. En dat wij ook ervan mogen leren, geliefde. En vandaag ben ik met een zuster met wie ik al eerder hier ben geweest. En ze zal zichzelf zo meteen aan u voorstellen. Maar vandaag willen we het over een onderwerp hebben die ons allemaal bezighoudt, denk ik, in deze dagen. Het gaat om opvoeding, hè, van onze kinderen en dan daarover zullen we praten. En de mensen die luisteren naar de radio hebben dus al zeker de eerdere week, een paar weken terug of misschien... Ja, een paar maanden terug hebben geluisterd, hebben gehoord waarover ze het had. Over opvoeding van onze kinderen, geliefden. Iets dat heel veel mensen bezighoudt. En waardoor er heel veel twijfels ontstaan van hoe moet ik het doen. Maar we danken de Heer dat we vandaag hier iemand hebben die met ons wil delen. Zoals de Heer het Bijbels heeft gegeven aan ons om het te doen. God zegen u en heb een heel fijne kijktijd. En dan gaan we naar onze gast. God zegen zus. God zegen u ook. Welkom in ons programma wederom. Dank u wel. We zijn blij dat u er bent. Ja, wilt u zich voorstellen aan de kijkers? Jawel. Ja. God zegen allemaal. Ik ben Aruna Douglasitaal. Dus ik leerkracht. En ik ben hier samen met zuster Margo om u te vertellen het een en ander dat de Heer zelf duidelijk heeft gemaakt. Ja, zoals ik al zei, we zijn al een poosje bezig, kijkers, met opvoeding. Als u hebt geluisterd de afgelopen tijden naar radio, vooral vandaag radio, dan hebt u gehoord dat zuster Aruna het heeft gehad in twee programma's. Over opvoeding. Kinderen opvoeden in de vrezen des Heren. Want let u wel op. We kunnen allerlei manual hebben. Allerlei handleiding over dit onderwerp. Is er zoveel geschreven. Zoveel boeken zijn er. Maar geliefde, als we het niet doen naar Gods wil. Naar zijn woord. Dan gaan we het missen. En zoals ik al vaker heb gezegd in de programma's. Er is geen handleiding voor een specifieke kind. Het is de Heere die het je moet ingeven om dus dat te doen op de manier. Want elk kind is uniek. Is het niet waar, zuster Aruna? Zo is dat. Ja, elk kind is uniek. Ja. En daarom moet je ook weten, vanuit natuurlijk, je moet de Heere zoeken op een zodanige wijze dat je vervuld bent met Gods geest. Ja. En dan zal zijn geest je verder leiden. In hoe je je kinderen moet opvoeden, in hoe je ze moet opvangen, in hoe je met ze moet omgaan, wat je moet zeggen, wat je moet doen en laten. Dat is heel belangrijk, omdat elk kind anders reageert.
En God weet hoe hij dat kind heeft gemaakt. Mm-hmm. Hij weet hoe hij u en mij heeft gemaakt. Ja, dus daarom moeten wij als ouders vooral vervuld zijn met Gods geest. Mm-hmm. Zodat de Heer je ook duidelijk kan maken van dit kind moet ik zo aanpakken. Of mm-hmm. dat moet ik niet daar zeggen. Want dat kind gaat helemaal overstuur raken. Of noem maar op, allerlei kleine dingen mm-hmm. Die we moeten horen van de geest. Mm-hmm. En dat zijn zachte stem van binnenuit. Zodat mm-hmm. we ze op de juiste manier kunnen aanpakken en opvoeden. En dat heeft een mindset nodig, hè? Wilt u daarover iets zeggen? Ja, de eerste mindset die we moeten hebben als we kinderen beginnen te krijgen of adopteren. Mm-hmm. Laten we zeggen, de normale setting van je bent getrouwd, je kreeg kinderen. Ja. Dan ben je eerst zwanger. Dus je hebt eigenlijk 9 maanden de tijd om je voor te bereiden op het feit mm-hmm. dat je een kindje krijgt. Ja. Een kind hebben vergt tijd. Je gaat je tijd moeten geven aan dat kind. Ja. Er zijn heel veel ouders die gewoon door willen gaan met hun normale dingen. Dagelijkse mm-hmm. dingen, werkzaamheden of pleziertjes of noem maar op. Mm-hmm. Terwijl er een kindje is dat opgevoed moet worden. Dus laten we ook goed nadenken erover. Van als ik een kind heb, heb ik niet gewoon een plantje. Een plantje kan je elke dag water geven en je kijkt gewoon niet meer naar om. Maar een kind, daar moet je echt mee bezig zijn. En als je dan dat kindje daar hebt, het is makkelijk om een baby te verschonen en weer in bed te leggen om te slapen. Ja. Maar wanneer dat kind begint te kruipen en interactie met je begint te hebben, dan is het belangrijk voor jou om na te gaan, hoe ga ik nou die tijd invullen met dat kind, om dat kind op te voeden in de vrezen des Heren. Mm-hmm. En dat vergt tijd en dat moet gaan veranderen in je mindset, mm-hmm. om te weten van, het is niet gewoon even bij de oppas en dan ga ik echt lekker alles doen wat ik moet doen, ik moet veel geld verdienen enzovoort. En dan 6 uur 's middags ga ik dat kind halen, je hebt een uurtje met dat kind, eventjes maar. Mm-hmm. En veel ouders lezen ook niet voor hun kind wanneer ze gaan slapen. Mm-hmm. Kindje gaat slapen, dus je hebt helemaal geen tijd de hele avond meer en de volgende dag weer hetzelfde. Dat is dat is niet raadzaam. En wat hebt u voor de kijkers om quality time te hebben met hun kinderen? Wel, de quality time is alvast waarover ik sprak, mm-hmm. bedtijdverhalen. Mm-hmm. Het is goed om boekjes in huis te hebben. Mm-hmm. Vanaf geboorte kan je mm-hmm. babyboekjes aanschaffen of lenen. Mm-hmm. Er zijn bibliotheken waar je boeken kan lenen. Yeah. Want boeken zijn ook duur, dat begrijp ik best. Yeah. Yeah. Maar als je het wil kopen of lenen, of het maakt niet uit, mm-hmm. haal een boek in huis en ga plaatjes kijken met je baby die volgens jou niets verstaat. Mm-hmm. Maar een kind kijkt en de beelden gaan naar binnen. Yeah. Stel dat je een groot boek hebt met plaatjes van David en Goliath. Mm-hmm. En je bladert, er zijn geen zinnetjes, maar je vertelt van kijk wat David heeft gedaan, maar hij heeft het niet uit zichzelf gedaan hoor. Het was de Heilige Geest, het was de Almachtige God. Dat gaat in dat kindje naar binnen mm-hmm. en dat blijft daar. En dan gaan we slapen hoor, je zingt een liedje voor dat kind of met dat kind, want die kinderen doen ook mee. Mm-hmm. En dan zeg je zo, dan ga je lekker slapen, je bidt met dat kind. Dat is de eerste quality time in de avond. Mm-hmm. En door de dag heen, laten we zeggen je bent thuis, je hebt leerkrachten zijn bijvoorbeeld na 2 uur thuis, 3 uur geslapen of 4 uur uitgerust. Dan heb je weer een klein zeetje van tijd. Mm-hmm. Het zou goed zijn als je dan met je kind bezig bent, dat je vaste dingen hebt die je doet, routines. Mm-hmm. Van vertellen, jij mag vandaag vertellen, dan heb mm-hmm. ik het over oudere kinderen. Ja. Je kan ook leuke dingen maken met ze. En ik begrijp best dat veel ouders geen benul hebben van wat ze moeten doen met hun handen en hoe ze dingen moeten knippen en plakken. Mm-hmm. Maar er zijn tegenwoordig genoeg YouTube-filmpjes. Yeah, yeah. Hoe je bijvoorbeeld een gebed kan maken met de hand. Je tekent dat handje op een stuk vel papier en op elke vinger zet je een gebedspuntje en dan hang je het op. Dus allerlei hele simpele dingen. Mm-hmm. Het moment dat je bezig bent met een kind, gaat dat kind het zo geweldig vinden. Mm-hmm. Je bent de geweldigste moeder of vader ter wereld. en u zei iets daarvan dat kinderen, dus wanneer ze gaan kruipen, maar ik denk zelf dat het vanaf in dat buik
die buik van die moeder. Klopt. Dat het daar begint. Ja, daar begint met dat kind iets vertellen van mama houdt van je. En weet u iets? En ook weet u boeken, hè? Ja. Ik heb gemerkt dat kinderen, ze hebben favoriete boeken. Dus je hoeft niet veel te hebben. Ja, ja. Maar die weinig, misschien 3 heb je. Je leest ze weer en weer en weer. En, vooral een kinderbijbel heeft veel, hè? Ja. Er zijn ontzettend veel verhalen in die kinderbijbel. Dus als je 1 hebt, heb je zoveel verhalen. Dat is zo. Dus inderdaad, het zijn wel een beetje prijzig nu, maar toch. Als men 1 aanschaft, toch? Heb je zoveel verhalen om dus te vertellen. En een kleinkind van tussen de, laten we zeggen, tussen 1 en 5 jaar. Een kleinkind heeft echt maar 1 verhaal nodig. Mm-hmm. En je kan het gewoon elke dag lezen. Ja. Totdat dat kind het uit het hoofd kent. En nu gaat dat kind jou vertellen. Jou vertellen. Wanneer ze gaan praten, dan gaan ze wijzen. Oké. Okay. Yeah. En dan gaan ze geluiden maken als ze nog niet kunnen praten. Wanneer ze kunnen brabbelen, dan hoor je allerlei dingen. Van oeh, dat kind heeft het onthouden. Yeah. En als dat kind groter is, dan gaan ze echt doen alsof ze lezen. Hè. Ze gaan echt zo zitten met een heel diplomatisch gezicht. En toen gaan ze je echt nabootsen. Yeah. En dan gaan ze wezen, mama kijk. Of papa kijk. Dus daar zie je van, ze denken dat ze echt lezen. Ja. Dus en als je kijkt naar dat boek, daar is het ondersteboven. Dat is toch zo leuk. Maar dan, ze zijn zo bezig. Ja, ja. Omdat ze het hebben geleerd. En ze wijzen hun favoriete beelden aan, hoor. Ja. Hoe klein ze ook zijn. Soms, als ze een beetje begrijpen, hebben ze onthouden. Oh, dit is David met die beer of met Goliath. Ja, dus ze weten het gewoon. Ja. Dat klopt helemaal. En wat betekent maandag kerk nog? De kerk begint op maandagmorgen. Mm. Weet u, het is jammer dat er in vele gezinnen en niemand moet zich aangesproken voelen, want het gebeurt bij velen wel en bij velen niet. Het is algemeen. Yeah. Maar het gebeurt dat we onze kinderen meenemen met ons wanneer we naar de kerk gaan. Mm. Toch? We zijn bekeerd, we hebben de Heer leren kennen en we zijn al jarenlang bezig om elke zondag naar de kerk te gaan. Mm. En in de kerk is het zo heerlijk, hè? Zo glorieus en alles is zo leuk en mooi. Mooi. En dan wanneer we naar huis gaan, daar beginnen die problemen. Want dan wil dat kind niet luisteren. En dan is moeder moe en geïrriteerd. Vader bromt van hier en daar. En daar begint het. Want wanneer je dan zondag weggegaan bent uit de kerk, mm-hmm. wat neem je mee voor de hele week? Heb je iets ontvangen van de Heer mm-hmm. om het dan in de hele week aan je kind te laten zien van, hey, kijk, dit hebben we gehoord, dit was mm-hmm. het woord, yeah. dit heb je geleerd op de zondagschool, de Heer heeft ons vervuld, de Heer heeft ons geholpen, we hebben gebeden voor bepaalde dingen mm-hmm. en we komen zo blij en vrij terug en we gaan het toepassen. Yeah. Want dat is het punt. Wanneer er maandag zich iets voordoet, mm-hmm. hoe wijs je je kind dat je werkelijk op God vertrouwt? Ja. Als dinsdag komt en de week begint al verder te gaan en die problemen hopen zich op, mm-hmm. hoe leer je je kind dat dat vertrouwen rotsvast moest zijn? Ja. En hoe leer je je kind op woensdag dat wanneer er plotseling iets vreemds op je afkomt, een probleem of wat dan ook, wat onverwachts iets, mm-hmm. dat het de Heilige Geest is die jouw wijsheid heeft gegeven om dat probleem op te lossen? Dat is de kerk op maandagmorgen. Ja. Dus de hele week door. Ja. Wat laten we ons kind zien? Want wij zijn het voorbeeld. Zeker wij zijn degene mm-hmm. naar wie ze kijken. Hè? Ja. En als ze kijken naar je, hoe je handelt en hoe je wandelt, mm-hmm. dan gaan ze in je voetsporen treden. Ja. Maar wanneer je gaat zeggen, oh, maar klets me niet, dan ga je huiswerk maken. Of je bent iemand die snel met je hand bent en je geeft pets de hele tijd en krijgen ze klappen van je. Dan begrijp je dat ze gaan denken, maar er is een tegenstelling. Mm-hmm. God is toch liefde en mijn moeder moet toch ook liefde zijn. Mijn vader moet mijn verzorgers. Yeah. Maar dan, waarom botst het zo? Yeah. Dus dan komt die liefde en die kracht van God niet tot uiting mm-hmm. in je kerk, je huis. Je huis is je kerk op maandagmorgen tot en met zaterdag. Ja, en hoe beïnvloed je omgeving dan op je omgeving beïnvloedt je op die manier wanneer mm-hmm. jij gaat mm-hmm. leven naar Gods woord. Yeah. Wanneer je kijkt bijvoorbeeld naar de vrucht van de Heilige Geest, yeah. dan bid je
dat je de vrucht van de Heilige Geest hebt. Mm-hmm. En een van de vrucht van de Heilige Geest is geduld. De eerste is liefde, over geduld. Ja. En dat kind van je is echt, dus ze gaan dat geduld van je zodanig op de proef stellen, dat je zegt van oké, ik heb geen geduld meer. Maar dan ga je dus zodanig reageren, mm-hmm. dat je eigenlijk, je hebt geen invloed meer mm-hmm. op je omgeving en op je kind. Omdat je eigenlijk toegeeft aan je boosheid, aan mm-hmm. je gevoelens yeah. enzovoorts. Nu, wanneer je een gezin hebt mm-hmm. en je leeft zoals de Heere dat vraagt van je. En natuurlijk, wij zijn mensen, we zijn in het vlees, maar het is de Heere die ons kracht geeft door zijn Heilige Geest. Yeah. Als je nou een gezin bent dat de Heere zoekt samen met je kinderen, dan ga je bidden. Je huis moet ook een gebedshuis zijn. Ja. Dat je een dag uitkiest. Dat je zegt bijvoorbeeld, oké, elke woensdagavond gaan we samenkomen. En we gaan elkaar vertellen wat je hindert. Wat leuk was. Wat heeft de Heer voor je gedaan. Wat was minder. En dan gaan we voor dat alles bidden. En de Heer groot maken. En dan gaan we slapen. Want dat is onze dag met de Heer. Dat gaat je omgeving beïnvloeden. Want wanneer je zo met je gezin één bent. Eén mm-hmm. in de geest. Ja. Dan gaat dat vuur vlammen. Dat vuur van God in je huis gaat beginnen te vlammen. En dat gaat je omgeving zien. De eerste mensen die het zien, zijn die mensen die in occulte bewegingen zijn. Mm-hmm. En die hebben we allemaal in onze buurt. Dan gaan ze het zien en ze gaan dat vuur willen doven. Ze gaan water nemen en het op je vuur schenken. Maar, dat zijn die dingen die op je afkomen. Waardoor je boos wordt, geïrriteerd en je wil niet meer bidden enzovoort. Je moet volhouden, want dat vuur van God wil nog meer vlammen. Mm-hmm. Want diezelfde mensen, God gaat gewoon openbaren van dat is er aan de hand. Je kan je gericht bidden en de buurt wordt gewoon bevrijd van dat soort dingen. Mm-hmm. Begrijpt u? En dan gaat dat kind zelf zien van, oh wauw, we hadden gebeden. En kijk, mm-hmm. dit heeft de Heere gedaan. Mm-hmm. Gaat zo'n kind dan niet opgroeien in de vrees des Heren? Mm-hmm. Ja, want dat kind zelf raakt vervuld van Gods geest en gaat weten van als ik de Heren aanroep voor iets, mm-hmm. de Heren gaat me voor zeker antwoorden. Voorzeker. En dat is die verandering in omgeving die je moet willen voor de omgeving waar je woont. Want mm-hmm. iedereen heeft te maken met dingen die op ze afkomen. En dat moet op deze manier alleen kan je, door je op God te richten met je gezin. En één te zijn met hun. Amen. In liefde. Ja. We moeten een voorbeeld zijn voor onze buurt en zo. Het is niet makkelijk hoor. Ja, maar we komen straks terug. Geliefde, we hebben een break nu. Muziekbreak. En dan komen we zo meteen terug. Son lazy alibi ebi. Ay tranga. True, you are long watra. I guess he no de. Kijkers, daar zijn we weer. Zuster Aruna is er, is onze gast vandaag. En ze heeft het over opvoeding in de vrezen des Heren. En geliefde, u zou zeggen van, maar ik ken de Heren niet. Wel, daarom ook dit programma, dat u de Heren Jezus gaat leren kennen. Want onze basis als Shalom TV, Shalom Radio, is de Heere Jezus. Dus alles wat we vertellen en u mededelen van het zou zo moeten zijn. Onze kracht zit erin dat we op de Heere bouwen. Niet op wat we weten. Maar net wat ik zei aan het begin. Elk kind is anders. En ja, hoeveel boeken moet je dan lezen? Hoeveel dingen moet je onderricht moet je nemen om aan die kinderen stuk voor stuk op hun eigen unieke manier op te voeden. Maar het is God die dat doet, geliefde. En u hebt gehoord, zuster heeft tips gegeven. En we hebben het ook gehad, net voor de break, over beïnvloeden van onze omgeving. Weet u? Maar zuster Aruna, hoe zit het met
als je, die kinderen die toch hun eigen weg gaan, ondanks ze naar de zondagschool zijn geweest. Ja, dus dat zit echt van binnenuit, van huis uit. Mm-hmm. Want iemand kan naar de kerk gaan. Mm-hmm. En dat is voor de samenkomst, dat je gehoorzaam bent aan de Heere, van dat je met je broeders en zusters de Heere gaat grootmaken. Mm-hmm. Maar je kind is meer thuis dan in de kerk. Mm-hmm. Dus het begint van huis uit. Mm-hmm. Dat je dat kind leert dat God groot is. Als ik het voorbeeld mag nemen van Sadrach, Mesach en Abednego, mm-hmm. dan zal je je afvragen hoe hebben ze die durf gehad om alleen te blijven staan. Iedereen was op de grond, mm-hmm. dus je zag gewoon duidelijk van hey, die drie mannen daar staan rechtop. Mm-hmm. Hoe hebben ze die durf gehad om niet te buigen voor het beeld? Mm-hmm. En ze hebben ook nog gezegd van, en al gaat onze God ons niet uit de hand van u, koning Nebukadnezar, redden, mm-hmm. toch zullen we niet buigen voor uw beeld. Ja. Dat komt omdat die moeders van hun, Hebreeuwse moeders, mm-hmm. Voeden hun kind echt vanaf de geboorte op. Voor de geboorte zingen ze liedjes, mm-hmm. ze praten met dat kind, want vanaf vier à vijf maanden kan een kind al horen in de buik, in de mm-hmm. moederbuik. En ze vertellen de grote daden Gods. Mm-hmm. Omdat er in de Bijbel staat, u zult het uw kinderen en uw kindskinderen en uw kindskinderen inprenten, de grote daden Gods. Ja. Dat wil zeggen dat je het niet genoeg kan vertellen. Mm-hmm. Je kan het gewoon aldoor vertellen. Het is niet te veel. En het is niet like in Fugafing of zo. Yeah. Het blijft nieuw. Dus deze moeders hebben die kinderen die verhalen van God. Wat heeft gedaan. Hoe hij ze uit Egypte heeft geleid. Mm-hmm. Hoe hun voorvader Mozes de brandende bramsruik heeft gezien. En hoe God tot hem gesproken had. En ze hebben dwars door de zee hebben ze gelopen. En zie je, deze machtige God dienen we nog steeds. En dat mm-hmm. was in deze jonge mannen hun hart. Mm-hmm. En ze wisten van, al gaat onze God ons niet halen uit deze manse hand. Hij is een levend persoon. Yeah. Maar wij dienen de levende God. En dat moet in ons zijn. Om het aan onze kinderen over te dragen van, mm-hmm. je moet meer op God vertrouwen dan op mensen. Weet je, we hebben een soort cultuur in Suriname, dat we dingen van mensen verwachten die bijvoorbeeld een aanzien hebben, of een politieke status, of iemand die ergens een dingen bekleedt. Een bepaalde positie bekleed. Mm-hmm. En dan kan je iets van die persoon krijgen. Mm-hmm. We moeten daarmee stoppen. Want we dienen een te grote God. Ja. Om dat in zelfs een gedachte te laten hebben. Mm-hmm. En ik zal u even kort vertellen. Een getuigenis. Ik had iemand ontmoet. En die mevrouw. Ik wist dat die mevrouw dus hele grote projecten deed. Mm-hmm. En ik ontmoette haar ergens. Maar ze had geen plek om te blijven op dat moment. Dus ik bood haar aan van, u kunt bij ons komen blijven, want we hebben een huisje dat u kunt daarin blijven. Er is mm-hmm. niemand daar. Dus toen was ze zo blij. En met de gedachte, ik dacht van oké, we zouden een paar projecten willen doen. Mm-hmm. En misschien kan ze ons helpen. Mm-hmm. Op dat moment sprak mm-hmm. de Heilige Geest tot me en zei, je neemt niets aan van deze vrouw. Mm-hmm. En een maand later is gebleken. Mm. Ziet u? Mm. Dus we moeten niets van mensen verwachten. Helemaal niks. We moeten alles van God verwachten. Maar we moeten het onze kinderen inprenten. Mm. Dan gaan ze ook wanneer ze naar buiten gaan. Mm. Wanneer ze de wereld intrekken. Ze worden ouder. Ze gaan mensen leren kennen. Ze gaan vrienden maken. Ze gaan naar school. Ze zien dingen gebeuren. Ze zien dingen op tv. Ze zien dingen op Facebook. Mm. Noem maar op. Dan gaan ze kiezen. Yeah. Want daarover gaat het nu. Dan gaan ze kiezen voor de Heere. Mm-hmm. En dan gaan ze niet gaan zingen voor veel geld. Dat mm-hmm. ze, ik ga mijn talent gebruiken om veel geld te verdienen. Mm-hmm. Maar ze gaan zingen om de Heere te eren. En hij gaat voorzien. Mm-hmm. Hij gaat rijkelijk voorzien. Ja, hij ziet je haar. Ja. Of dat je iets dat je eigenlijk moet doen. Dat je het gaat doen om geld te verdienen. Omdat mm-hmm. je denkt, in de wereld. En ik heb veel aanzien. Mensen gaan voor me klappen enzovoort. Mm-hmm. Nee. Dus daar begint het. Daarom kiezen veel van onze kinderen voor de wereld. Mm-hmm. Eerder voor de wereld. We zijn van huis uit eigenlijk bezig om ze in die richting te brengen. Mm. Studie, dat is zo belangrijk. En bijna zie je dat studie boven God staat. Mm. Als je een positie daar kan krijgen, dan heeft God je daar gezet. Dus dat weet je ook niet van tevoren, toch? Ja. De Heere moet je brengen waar je moet zijn. Mm-hmm. En dat moeten we die kinderen leren. Dat je Gods wegen moet bewandelen, zodat je aankomt waar Hij dat wil. Waar Hij dat wil. Ja. Maar er zijn ook ouders die daar met schuldgevoelens zitten. Weet u van, heb ik het goed gedaan of niet? Ik heb alles gedaan wat ik kon. Om dat kind, weet u, op te voeden in de vrezen des Heren. En toch is het misgegaan. Ja. En ja, als naar mijn oordeel en uw oordeel zouden we dat ook zo hebben
weet je, beoordeel van ja, ze heeft haar best gedaan, hij heeft zijn best gedaan. Maar ja, toch gaat het mis. Ja, er is een psalm dat zegt dat de Heere onze ongerechtigheden, al waren we zelf de schuld ervan, dat hij het toch recht trekt in zijn genade. Ja. Dus wij doen dingen naar beste weten. We doen het zo oprecht mogelijk. En God ziet ons hart. Ja. Hij weet of je doet alsof of niet. Ja, ja, dus ja. Hij weet dat je in oprecht hart heb je kinderen grootgebracht en je wil zo graag dat ze de weg van de Heere vervolgen. Ja. En ik had dat ook meegemaakt. Ik had altijd voor mijn kinderen gebeden. Als u in mijn schriften kijkt, dan gaat u altijd hun namen zien in mijn schriften met gebedspunten. Dus dan heeft de Heer me geleid een keertje. En de Heilige Geest sprak en zei, deze week, wanneer je naar huis komt van het werk, moet je niet gaan eten. Je gaat in de tuin, je gaat bidden en meezoeken. En wanneer je dat hebt gedaan, dat tegen 4 uur, dan mag je gaan eten. Dat moest ik een hele week doen. En toen de week ten einde was, sprak de Heer weer en zei, en de week die komt, ga je het weer doen, maar elke keer ga je iemand van je huis brengen in dat gebed. Dus eerst mijn man, dan mijn oudste dochter, dan mijn tweede dochter en dan mijn zoon. En dat zou dan op die 4 laatste dagen moeten, want die eerste maandag moest ik weer alleen zijn. En dan die dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En de Heer heeft dan duidelijk gemaakt in die 4 dagen de roeping en de taak die hij op ze heeft gezet in dit leven. En de richting die ze op moeten gaan. En ik was zo dankbaar, want ik kon dan gericht bidden. Zeg, oké, dat is het plan van God in hun leven. En dat is zo belangrijk. Ja, want je weet zelf niet wat je fout doet en wat niet. En God ziet het. Ja. Hij ziet het. En ziet daarom, het. Ik was zo blij toen ik die psalm las. Ja. Dat zelfs als we fout zijn, dat hij het toch omkeert. Hij keert het weer tot goede voor jou. Al ben je zelf schuldig eraan. Ja, dat is onze God. Hij is trouw. Hij is echt liefdevol. En dus de bemoediging eigenlijk naar de ouders is om alles wat ze hebben in te zetten om die kinderen toch God, weet u, laat me zeggen, God te geven in hun opvoeding, te laten zien in hun leven, hoe God werkt, dat het, ze maken ook fouten, maar die God is zo genadig, want sommige kinderen denken van, die God die mama dien en papa dien, is die God die met een stok staat om je te straffen. Dat en is dat beeld als, dat ze krijgen. U heeft het heel goed gezegd. Als hoe sommige ouders zich ook gedragen. Ja. Daar zien ze die ouders net, God net als die ouders. Ja, en, maar soms maken die ouders het ook, ze manipuleren die kinderen dus om ze iets te laten doen of zogenaamd te laten luisteren. Door God af te schilderen van, God gaat je straffen of allerlei. Je had toch gehoord wat op de zondagschool wat ze hadden gezegd. En dan gaan ze dus daarmee manipuleren waardoor God in een ander beeld wordt geplaatst bij dat kind. Dat en dat is jammer, verkeerd. Hè? Ja, dat zeer is jammer. En zo. Dus en als slot, heel kort, misschien iets zeggen over hoe men, dus ik zie dat er Er worden feesten gehouden, verjaardagfeesten, maar als christen, hoe doe je dat? Want er is zo weinig wat je dat feestje mooi kan maken. Weet je, het lijkt weinig, maar het is veel. Ik kan u zeggen, het is veel, zuster Marco. Want allereerst, als een kind jarig is, dan laten we dat kind als zelf kiezen. Al is dat kind 2 of 3 jaar. Dan laten we dat kind dingen kiezen voor hun leeftijd. Voor hun verjaardag. Dan gaan ze zeggen, ik wil bijvoorbeeld dingen van Spider-Man. Of ik wil die dingen van die prinsesjes. En noem maar op. En dan ga je, dat gaan we kopen. Dan gaan we daarmee versieren. Maar jij als ouder moet weten wat erachter schuilt. Want het zijn in feite, representeren deze figuren demonische machten. En dat moeten we weten. Dus eigenlijk nodig je de vijand uit in je huis. En dat gaat klikken met je kindje. In want ze raken gewend eraan. Ze vinden het geweldig. Iedereen prijst. Wat mooi. En bla bla bla. Terwijl had je dan bijvoorbeeld bepaalde verhalen vaker voorgelezen voor dat kind. Of erover gesproken. Dan zou je dat kind kunnen zeggen. Welke van die verhalen. Je moet dat kind niet eens in de richting van een Spider-Man laten denken. Of in de richting van een, hoe heet dat, Sneeuwwitje of noem maar op. Je moet gewoon praten over, oké, we hadden zulke leuke verhalen gelezen. Welke van ze vind je het mooiste? Gaan we een taart ervan laten maken. En als dat kind zegt, ik vind die brandende braam zo geweldig met dat
vuur. Yeah. Dan maak je zo een taart voor dat kind. Yeah, yeah, en dan laat je alles in het thema zijn van Mozes, want dat vuur is de Heilige Geest. Yeah. Dan nodig je God uit. Wat doen wij? We danken de Heere, als we de Heere danken tenminste, even een 5 minuten yeah. voor dat jaartje dat erbij is gekomen. Mm-hmm. En de rest is gewoon, ja, je draait wel gospelmuziek af misschien mm-hmm. ook. Anderen doen met cocomelon en al die, ja, ja. die dingen, kindereducatieve dingetjes. Maar we moeten onze kinderen laten zien dat mm-hmm. in alles we moeten kiezen voor de Heer. En dat het niet iets is om je voor te schamen. Ja. Je hoeft je niet ervoor te schamen. Amen. Want als je ervoor gaat schamen, zegt de Heer, ga ik me schamen voor jou. Mm-hmm. En in de momenten van moeilijkheden, waar is de Heer dan? Ja. Om voor jou te kiezen. Ja. Weet u, dat staat toch ook in Spreuken? Ja, dat staat ja, wel. Dat we de Heer moeten kiezen in onze jongelingsjaren. Ja. Dus dat zijn een paar tips. Dat is voor kleine kinderen. Je hebt natuurlijk als ze opgroeien, mm-hmm. dan geloof ik dat ze dan niet gaan kiezen voor andere dingen dan de dingen van de Heer. Omdat ze dan vervuld moeten zijn van Gods Geest intussen. Amen. Ja. Dank u wel, zuster Aruna. Ja, dat u met ons wilde ook. Delen weer. Ja, en ik hoop dat de kijkers, ik weet zeker dat de kijkers iets hebben geleerd, hè, kijkers. We zijn de Heer dankbaar voor zuster Aruna. Blijft u voor haar bidden. U weet, ze heeft ook de muziekschool die de Heer er heeft gegeven, waarin ze ook kleine kinderen mag leren muziek spelen. En daar doet ze bidden. Dus uw gebed. En zuster Aruna, nogmaals dank. Ja, en ja, God zegen u met wat u doet. Kijk eens, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending van dit keer. En we vragen u om door te bidden voor ons, hè, vooral vandaag, tv en radio, maar ook voor Shalom, tv en radio. We hebben uw gebed nodig, uw ondersteuning nodig. En we danken de Heer. Ik zou zeggen tot een volgende keer met Vrouw Vandaag TV. Ik ben Margo Saling-Daly. En tot een andere keer met Gods wil. Dag. No broco yeah.